Jongens, welkom op de grote kist. Er staan hier 4 kisten voor ons klaar. Want we zijn weer in Border Survival. En ik heb weer wat leuks voorbereid voor vandaag. In de vorige video, Justin, hebben wij Rick geprankt. Want toen hebben wij de Ender Dragon een video daarvoor verslagen. Rick, hoe voel je erover? Hey, nog steeds niet. Ik zei dat ik niet meer mee zou doen. En toch sta ik hier. En toch sta je er weer. Ja, de reiskosten waren toch weer te goed. Okay. Jongens, we gaan vandaag iets heel bijzonders doen. Ik wil het goed maken met jou, Rick. We hebben natuurlijk de Ender Dragon verslagen. Ja. Maar er is natuurlijk nog een baas in Minecraft. Kijk maar in alle kistjes wat ik voorbereid heb voor vandaag. Tijd om een beacon te gaan regelen, maar daarvoor moeten we eerst natuurlijk de Wither verslaan. Oh, maar voordat ik geprankt word in deze video, ja, dat misschien wel gaande gaat gebeuren, dan weten jullie dan vast wat ik nu heb gezegd dat het misschien gaat gebeuren, dat het misschien niet meer leuk is. Misschien ga je geprankt worden, misschien niet. Oké, maar hoezo? Hoezo, dan wat? Nee, gewoon misschien. Wat wil je zeggen? Gewoon misschien een payback. Oh, dat nee, maar dat je. Ja. Nee, jij denkt dat wij al de Wither verslagen hebben. We hebben de Wither al verslagen. Ja, nee, dat hebben we niet. We gaan het echt doen. Oké, ik pak de Soul Sand. Als jullie de dingen pakken, waar gaan we hem verslaan? Oh, achievement. Oh, achievement. Waar gaan we hem verslaan? Op het huis. Op de kist. Nee, we gaan alles opblazen als we dat doen. Ik denk dat we het beste eventjes. Ik heb al een idee. Normaal doe je dit ondergrond, maar ik denk dat het misschien wel. Ja, we moeten dit ondergrond doen. Oh. Weet je het zeker? Maar Max, ik help wel even, Max. Dankjewel, top. Ik heb niks. Dat maakt niet uit. Ik heb zojuist mijn schoenen naar beneden gelegd. Wacht, mijn schoenen liggen hier. Ik ga mijn pickaxe ga ik even weg doen, want dat is een hele belangrijke pickaxe. Als die kwijtraken zou zonde zijn. Hé, we hebben een schildpad. Laten we naar Justin's. Ik heb een idee. Kom, volg mij. Ja. Okay. Kom. Nee, niet in mijn ondergrondse. Laten we naar Justin's XP-farm gaan die nooit gebruikt wordt. Ja. Daar gaat hij nog een keer gebruikt worden. Hoe leuk is dat? Hebben jullie eten trouwens? Ik heb 5 broodjes. Weinig. Maar kom maar goed genoeg. Oké. Gaan we dit overleven, jongens? Nee, ik denk het niet, maar we gaan het zien. Ik heb alleen schoenen. Maakt niet uit, Justin. Meer heb je niet nodig. Justin, meer heb je niet nodig. Oké, heeft iemand een pickaxe bij zich? Ja. Oké, hak even een gangetje. Hier. Waarheen? Gewoon hier, zo. Ja, maar niet hier! Hij moet wel echt een heel stuk dieper. Hierheen. Nee, maar kan niet dieper. Nee. Kan niet dieper. Nee, ik bedoel hierheen. Verder weg bedoel ik. Hierheen, Justin, daarheen. Ja, daarheen. Ja, hakken. Gewoon weghakken. Hak. Ik heb ook een pickaxe, ik help wel even mee. Oh, andere kant op. Nee, dat gaat goed. Rick. Ik help wel even mee, zei ik. Thanks, Rick. Jij helpt wel. We kunnen ook gewoon hier. Nee, hier is lava aan de buurt. Het moet iets verder. Maar anders is ook de hele. Justin's hele. Ja, maar we gebruiken hem toch nooit. Jawel, gebruik hem wel. Waarom heeft Justin dit al gemaakt? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Heeft iemand toortjes bij zich? Nee. Ik heb wel een witte skill. Ik heb. Ik vind dit ver genoeg. Absoluut niet. Max, absoluut niet. Dit is ver genoeg. Laten we de winnaar verslaan. Ik hak de onderste, Justin. Oh, is goed. Wat een teamwork dit. Met z'n drieën zo. Ik dirigeer. Let's go, jongens. Rick, je bent sloom. Ik kan niet meer verder, Rick. Kom op. Ik heb een houten. Oké, jongens. Hier even een kleine inham. Hier. Dan plaats ik hier even een bed. Ja, dat vind ik een hele goeie. Ik heb 1 bed meegenomen. Dat kunnen we als checkpoint gebruiken. Hier. Komt u maar. Hete koffie! Oké, bed staat hier. Plaats je spawnpoint. Heb ik. En dan nu weer gewoon rechtstreeks die kant op pakken en dan is het goed. Doe even een toortje bij, Rick. Rick, wat ben je sloom? Ik heb letterlijk maar 1 toortje. Oh. Doe je hem in je hand. Ja, heb ik. Die heeft jou in zijn hand. Oh, thanks. Ik kom even in de buurt staan. Zullen we hem hier doen? Ja, ik vind het goed. Ja, maar dan moet je. Is ver genoeg, toch? Toch, Rick? Nee, maar wel Rick. Ja, dit is ver genoeg. Ik help even mee met uitzoeken. Gaat dit goed? Ik denk niet. Niemand heeft een boog mee of zo, toch? Nee. Nee. Dus we moeten gaan slaan. Oh, dat gaat echt fout. Ik heb schoenen. Oh, schoenen, dat is goed genoeg. Ja. Oké, ik kan ook mee staan als je uit doet. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Nee. Dit gaat echt de meest. Ik bedoel, de Ender Dragon fight was al slecht van Justin en mij, maar ik denk dat deze fight al helemaal heel slecht gaat worden. Ja, maar nu ben ik erbij, hè? Nu gaat het goed. Ja. Oké, ja. Is dat zo? Ja. Nou, weet je, komt er Justin aan de kant? Oh, sorry hoor. 1, 2, 3, 4. Succes. Ik hoop dat ik de goede dingen straks heb meegenomen. Plaats jij me op linkerhoekje, Rick. 6. Aan jou de eer, Justin. Ik heb hem niet. Aan jou de eer. Plaats maar. Ik heb hem niet. Hou maar in je handen, Rick. Ja, maar ik heb een shield. Ik neem hem in mijn handen dan. Oké. Nou, Justin, plaats hem maar. 1, 2. Ik ben weg. Hij gaat oploffen. Oké. Ik ben officieel weg. Straks hoort hij ons. Zou hij ons zien, denk je, als hij oploft? Pak hem, Justin! Let's go, Justin! Let's go, Justin! Ja, denk ik. Spampoint gezet, Justin. Gaan we nu zien. Ja. Oké, Justin, ik had trouwens je blokje geplaatst. Nee! Mijn spullen! Oh, wacht, ik heb een pickaxe, Rick, dat is jou. Oké, we gaan om zijn beurt. Mijn spullen zijn weg!
Ik heb niks meer! Ze zijn ontploft. Jongens. Ik ga hem pakken. Niks ik kom je helpen. Oh. Kijk, oppassen. Het gaat om tactiek. Hey Rick. Hier. Hoppa! Hier! Het is tactiek, jongens. Bed. Plaats het bed. Lava. Oh jee. Neem het bed mee. Terug. Oké, hij is op de helft. Niks aan de hand. Wat heb je hier zitten? Ja, hier. Gewoon hier. Ja, hoe gaan we dit doen? Okay. Reset. Max, zet je spawnpoint. Spawnpoint. Goeie. Hoe gaan we... Oh, nee. Zo gaat hij omhoog. Oké, ik heb een spawnpoint. Nee, hij gaat niet omhoog. Maak je geen zorgen, Justin. We moeten alleen even zorgen dat die lava weg is. Lava is weg. Maar Justin, jouw pickaxe. Jij hebt niks meer. Justin, ga even spullen halen. Kom dan terug. Oké, doei. Rick en ik kill hem intussen. Oh, hij hield. Ja, hij hield. We moeten snel zijn. Nee, dat is ik niet eens dat het ding hield. Ja, neem ook even een pickaxe mee. Ja, inderdaad. Dat is een goeie. Wat doe je aan doen, Justin? Een blokje hakken. Kom je er niet langs? Nee. Oh, mijn god. Kunnen we alweer? Oh, hij zit echt recht boven ons. Hij gaat helemaal healen. Ja, hij zit helemaal boven ons. Ik hoop niet dat hij boos op mij is. Waarom heb ik mijn pickaxe achtergelaten? Ja, dat was nog een pickaxe is. Oh, Rick, wat stop over je. Oh, Rick. Mag ik die pickaxe van jou? Zeker, die mag jij. Waarom heb je een houten pickaxe? Nee, maar alsjeblieft meerdere pickaxe mee, Justin. Maar, ja. Hebben we nog spullen dan? Ja, pas wel. Al is het hout. Ja, maar... Nee. Hij is bijna helemaal genezen. Ik ga ook even. Ik vertrouw Justin niet. Ik ga even spullen halen. Ik heb 7 iron. Max, je kan het. Nee, Rick. Ik heb een goede spullen. Ah, lava. Hij is bijna weer helemaal geheeld. Waarom is er zoveel lava? Oh god, hij klinkt alsof hij boven me zit in plaats van waar ja, we vandaan komen. Ja, hij zit ook boven ons. Hij is omhoog gegaan. Oh god, jongens. Ik ga ook gewoon dood door de lava. Nee. Waar is hij inmiddels? Ja, dat is het dus. Ik weet het niet. Ik weet niet waar hij is, maar hij klinkt alsof hij heel hoog al is. Jongens, het geluid begint langzaam weg te vagen van hem. Is dat zo? Ja, ik denk dat hij naar boven komt. Dat is niet gewenst. Dat is niet plezant. Rick, hier 5 eieren. Doe er wat leuks mee. Maak er een hoedje van of zo. Dank. Heb je ook al een pickaxe? Ja, ik heb een diamond pickaxe. Waarom heb je... Justin. Ja, die kwam ik tegen in de kist. Nou, neem maar mee. Is die is van mij. Nee, die staat niks op. Jawel, maar die is van mij. Doe dan niet met een diamond pickaxe. Jawel. Justin, je bent niet heel slim. Leg die diamond pickaxe terug en ik ben nu een iron aan het maken. Jongens, ik ben ook weer boven. Hij is helemaal genezen. Hoe kan dat? Ik weet het niet. We kunnen ook gewoon hier wachten tot hij boven komt. Oh ja. Nee, maar dan verliezen we ons hele dorp. Dan zijn we ons hele dorp kwijt. We moeten hem echt pakken voordat hij boven is. Anders zijn we echt ons dorp kwijt. Ik heb al een iron pickaxe. Top. Oké, even een tukkie doen, jongens. Oh, we zijn één bed kwijt. Ik pak wel één bed hieruit. Hoezo gaan we nou hier een tukkie doen? Ja, omdat het donker wordt. Ja, we gaan toch onder de grond? Ja, nou, maakt niet uit. We gaan alles... Maakt niet uit, Justin. Je bent veel te moeilijk aan het nadenken. Ja, sorry. Even tukkie doen? Misschien die spant hij wel. En dan laat hij ze... Ja... Nee, die spant sowieso niet. Zullen we even tukkie doen? Heeft iemand een goed pickaxe voor mij? Voor jou misschien niet, maar ik heb er wel een. Oké, ik ga... Nee, maar iemand zei dat hij 10 ijzer had gevonden. Nee, 7. Heb je een goede pickaxe dan ook voor mij, hè? Zijn je diamond pickaxe? Alsjeblieft. Nee, ik heb geen diamond pickaxe. Oh, die moest ik terugstoppen, maar Rick, mocht ik hem niet meenemen. Nee, ik heb een iron pickaxe hier. Ik heb een iron pickaxe. Ja, maar ik heb maar 2 iron nu. Ja, maar waar heb jij dat voor nodig? Dit is goed een zo. Een pickaxe! Oh god, jongens. Ik zie de winnaar weer verschijnen. Hij is in de buurt. Hij komt echt heel erg in de buurt. We moeten opschieten. Hij is boven. Nee, toch? Nee, waarschijnlijk. Leuk! Leuk. Een geintje, even voor jou. Leuk, jongen, ben jij. Oh, hier is een diamond pickaxe, pak ik. Ik ga even hem. Nee, niet met diamond pickaxe. Nee, ik heb hem niet gepakt. Nee, je hebt hem gepakt. Sowieso. Waarom mag hij het wel, Rick? Nee, hij mag het niet. Ik mag het niet, maar ik doe het gewoon. Oké, wacht, ik hoor naar mij. Hij is wel echt vies in de buurt. Zie. Wacht, ik spring ook. Oh god, hij is echt hoog. Justin, even terug. Oké, hier. Ik ga hier omhoog hakken. Lava! Lava! Oh, die lava is irritant. Het is warm, hè? Lava. Ik ga echt dood door de lava. Oh, ik heb water, ik heb water. Waar ben je? Oh. Ik ga niet dood door de lava, waar heb je het over? Okay. Hij is zombies aan het aanvallen. Oh, dat stopt. Laat de zombies hem killen. Ja, kom op zombies. Ja. Kom in de buurt, Justin. Ja, dat is waar. Ik heb het gevoel dat hij nog hoger is, jongens. Dat denk ik ook. Ik heb het gevoel alsof ons cacaohuis al kapot is. Ja, oh, dit moet hem nog, echt, hoor. Dit blok moet hem nog hakken voor het pontje. Oh, hier is zijn pad, denk ik. Heb je zijn pad gevonden? Oh nee, niet. Dit is gewoon een cave. Oh. Ik heb hem gevonden. Ik heb hem ineens gevonden. Waar is hij? Volg me, je hebt een name-tag. Hij zit hier. Kom maar, hij zit in een grot. Daar heb ik toch niks aan.
Heb je piepie hoor, zeg maar. Ja. Jongens, hij is hier. Hij zit hier boven. Hij zit hier. Ah, ik ben gewinnen. Oh, ik ook. En mijn eten is bijna op. Jongens. Ik heb geen eten. Ik heb eiterik hier. Oh, hoe gaan we dit doen nu die in zo'n grot zit? Ja. Je moet op zijn niveau moeten komen. Ik zit te laat, wacht. Je moet hier, als je bij ons bent. Ik ben dood. Jij is perfect. Ja, sorry. Waarom heeft iemand het alles afgebouwd? Die allemaal de lava overal was. Ja, maar Barry, nu moet ik hakken met mijn blote hand. Barry! Dus daar zijn weer mijn spullen weg. Je zegt, ik heb hier spullen! Oh, dat is lief. Ik ga wel dood. Maar ik heb wel je spullen. Wie wou dit in een grot doen? Ja, dat is de beste optie die je hebt. Hey, wacht, ik kan hem jongens, vermoorden. Jongens, die heeft dit allemaal dichtgebouwd. Echt. Jongens, er was overal lava. Waarom geneest hij zo makkelijk? Ja, het is een wither. De spullen is erin? Oh, water. Oh, water. Oh, dit is echt allemaal helemaal slecht. Dit is echt heel vervelend wat hier gebeurt allemaal. Ik heb nog één keer gehit, jongens. 3 HP, 4 HP, 6 HP. Winnerroos? Lekker eens! Ik heb niets! Je hebt een Winnerroos, die hadden we nog niet. Oh nee, ik heb hem en ik ben weg. Waarom is er zoveel water? Hoe gaan we hem pakken? We moeten hem wegblokken uit deze... Ik ga dood, ik ga nu jongens, dood. Jongens, die bouwt elke keer alles dicht. Echt, ja, zoek familie. Zoek familie? En ik ga dood door zombies omdat mijn hele farm is dood. Oh, wat een ramp. Ah, ja, maar ik kan... Dit kan toch niet, jongens? Eet de koffie. Ik heb 1 HP. Ik ga Justin, dit is het moment. Justin, pak hem. Justin. Justin, heb je hem? Ik heb hem, goeie. Hij hield sneller dan dat we hem pijn doen. Dat is het echt. We kunnen niks. Ik heb een spullen. Maar niet alles. Oh, er is zoveel gedespand. Er is zoveel gedespand. Oh. Nee, gast. Ik probeer hem hier wel op 100 te pakken. Er is zoveel gedespand. Kunnen we hem weglokken hier? In een gangetje? Kijk, als we hem hierheen lokken, dan kunnen we hier weer zo'n nieuw gangetje maken. Hier. Ja, hier zit hij vast. Maar dan moet iemand even... Kijk, hier kunnen we een gangetje. Zo'n gangetje, daar kunnen we hem pakken. Ja, dat... Ik maak wel een gang en als jij hem dan van deze kant klopt... Ja. Ik kom maar niet eens in de buurt met mijn dikke lichaam. Meneer, wilt u even hier naartoe, alstublieft? Het is ook donker hier. Niemand heeft ook verlichting. Ja, maar dit wordt hem niet, Max. Jawel. Nee, ja, maar we kunnen hem niet lokken. Hij volgt me niet. Je moet sexy zijn. Ja, daar ben ik niet goed in, dat weet je. Ik heb hem geslagen met pickaxe. Hij is toch in de buurt? Hier, hij is hier boven ons. Ja, daarom, ik ben letterlijk een nieuwe gang aan het maken. Max! Jongens, ik doe hem heel veel hits met mijn pickaxe. Wacht, kom maar naar ik. Ja, bedankt. Heb je toevallig nog iets van water? Hij is alweer cool, elf. Oh, dit is onmogelijk. Lok hem naar deze gang. Hij is hier. Kom op. Ja, dat is goed. Nu, Rick, waar is de gang dan? Is dat je gang hebt gemaakt? Ja, dit is de gang. Oh, verder bouwen, verder hakken. Ik lok hem. Oké. Blijf hakken. Laat mij die achterkant even dichtgooien, dat hij ook niet meer terug kan. Hier heb je één torch, zo. Oké. Bedankt. Ja, dan kan je die in je hand doen. Waar ga je heen, Rick? Ja, ik moet hem toch even hier achter even dichtbouwen. Ja, maar hallo. Dan weet hij dat hij naar jou toe moet. Ja. Oh ja, dit is goed. Hier kan ik hem slaan. Ja, waarom? Is goed, heb iemand een bed bij zich? Nee. Oh, Jessica, het bed. Oh, je bent. Ik ga het bed halen. Ga jij het bed halen? Ik ga op een mission. We hebben nu een tactiek. Waar is hij? De gang is prima. Ja, dit is goed. Hij moet even getriggerd worden om deze gang in te gaan. Ja, maar moeten we dan niet even. moeten we dan niet even een beetje openmaken dat hij alvast een beetje naar binnen kan? Niet doodgaan, jongen. Ja, hij wil hier boven. Hij moet er nog hoger, Rick. Niet doodgaan. Nu hoger, nu hoger. Niet doodgaan. 3 blokken hoger. Nog 3? Ja, kijk, zo. Zoals dit, 1, 2, 3. En dan nu gaan we pakken. Oh ja, Rick, bij mij nu. Ik heb een ideaal plekje nu. Ik zie het. Ik ga Kan je de gang 1 keer hoger maken? Nee, dit is precies goed. Ik ga pakken. Ik ben echt goed. Ik leid hem af. Sneller, Rick! Wacht. Jongens, ik heb hier een bed. Nee, ik heb het bed nog niet. Oké, maar we hebben nu een tactiek. Die gang moeten we voortzetten. Zet binnen. Die gang moeten we voortzetten. Jongens, hij is ongelooflijk hoog. Waar is hij dan? Ja, hij is daarin. Oh shit. Oh, hier moet de gang komen. Hier precies ook. Hier. Ik begin met hakken. Ja, begin jij maar even met hakken. Alle proces. Lok hem nog niet. We moeten eerst een lange gang hebben. Ik heb het bed. En dan moeten we hem gaan slaan. Ik heb het bed. Want het moet een lange gang zijn. En dan moeten we gaan hakken en slaan. Oké, kan iemand het hakken overnemen? Ja, als jij maar even jouw pickaxe geeft.
Je hebt een pickaxe. Ik eis één klap. Oh, ruil hem om, ruil hem om. Ja, is goed. Oké, ik neem jij schild. Neem... Oh nee, wacht, ik moet even een berichtje voorlezen hoor. Jesse, jij mag het schild. Ik moet even een berichtje voorlezen hoor. Willen jullie vanavond Borders of 5 opnemen? Ik bereid wel weer wat leuks voor. Is toch leuk? Oké, ik lok hem met een diamond! Geef me even... Ik zie een diamond! Geef me een torch. Waarom kan hij niet zakken? Hey, hij heeft een diamond gehakt voor me. Hij heeft laatste diamonds op en dan krijg ik weer even... Maak er dan een shovel van, want ik heb een golden shovel. Dus je ziet misschien wat sterker. Jongens, de gang moet hoger. Oh, de ring. Maat! Hoe hoog? De gang, ja, echt heel wat hoger. De gang moet echt 10 blokken omhoog of zo, als het niet hoger is. 2, 3, oh, hij moet echt een stuk omhoog. Yes. 7. Ik heb al lang zo'n dom avontuur meegemaakt. Hey, jongens, we hadden hem ook echt moeten insluiten in Obsidian of zo. Ja, waarom hebben we dat niet gedaan? Weet ik niet. Jussin, kom met me mee. Perfect. Kom, Jussin. Oké, 3, 2, 1, spring. Wacht. Samen maar zonder mij. Kom erin. Okay. Ja, oké, komt ie. 3, 2, 1. Blijf springen. Oh. We gaan naar oh, dit is de gang. Dit is de gang, jongens. Oké, blijf hakken. Ja, ik hak weg. Spring er eerst in. Nee, jongens. Springen, Rick. We gaan hem hoog bouwen. Oké, andere kant. Ik ben aan het hakken voor mijn leven. Oké, is dit waar die is? Ja, daar. Open maar even. Doe maar even open. Oh, dit is een schoedring. Ja, daarom. Ik ben eten aan het maken, jongens. Zal ik achtervolgen door een creep? Ik ben een hele farm aan het verpesten, maar dat komt later wel. Hoezo komt dat later? Ik wil dat je dat nu oplost. Nee, hou je mond, Justin. Jongens, ik heb wel een beetje assistentie nodig. Is dat ja, zo? We komen eraan. Mijn pickaxe is namelijk kapot. Oh, waarom? Het gaat echt fouten dan... Oh, en ik zie... Oh, het gaat echt extreem fout. 3 diamonds in de kist. Ik ga een diamond zwaard maken. Of een diamond pickaxe ga ik maken. Is dat verstandiger? Nee. Hoezo niet? Nee, Rick, kan je hem hakken? Ja, maar je moet hem toch kapot maken? Nee, Rick, ja, maar dat is ik. Leather armor. Laat mij, oké. Waar is je mij te lachen? Nee, heb je leather armor. Hij is toch gelijk weer dood? Zo, die golden is echt snel. Zal ik het bed even halen? Ik haal het bed even op. En dan komen we ook echt precies dit tegen. Ja. Nee, maar lok hem hierheen, Justin. Ja, ik haal het. Nee, Justin. Oh nee, nog niet. Waarom, nog niet. Justin, waarom hou je nou het bed op? Dat is helemaal niet slim. Oh, jawel. Jongens, dit is echt een mega cave. Ja, I know. Oh, oké. Kunnen we voor die tijd killen, denk je? Ja, vast. Nee. We zijn supergoed. Nou, kijk, we lokken hem gewoon verder. We gaan gewoon dit doen. Gewoon het pad verder. Ja, dat doet hij vast. Nee, dat gaat niet werken. Maar jawel, jawel, dat doet hij. Ja, dat doet hij. Ik ben ijzer aan het hakken, jongens. We gaan een nieuwe kans krijgen. Ik ga even ijzer voor ons hakken. Ik heb een tactiek, jongens. Alleen dat kost heel veel ijzer. Nee, we gaan geen anvils op hem gooien. Nee. Vertrouw me. Ik ben heel veel ijzer nu aan het hakken. Ik ben begonnen met deze tactiek. Dat komt helemaal goed, oké? We hebben ook een zombie villetje. We kunnen die omtoveren en dat we misschien... En dan wat? Oh, nee. Nee, jongens, vertrouw me. We moeten ijzer hakken. Dat is onze nieuwe prioriteit. Ijzer hakken. A few moments later. Jongens, we zijn even verder in de tijd. Het ging helemaal beroerd, het ging helemaal slecht. We hebben genoeg toortjes, we hebben genoeg spulletjes. Justin heeft een schild zo te zien. Ja. Iedereen heeft 1 golden apple. Ik heb een tactiek voorbereid. En dat heeft te maken met ijzerblokken en een carved pumpkin. Hebben jullie ooit wel eens gezien dat iron golems heel goed zijn in het verslaan van de wither? Nee. Dat is echt bizar. Ja, nee, maar daarom moeten we hem een beetje in zo'n gang... Als we hem eenmaal in zo'n gang zien te krijgen... Doen de Iron Golems doen de rest, oké? Okay? Dus okay. Dat is het enige risico dat we weer moeten lopen. Maar dat gaan we deze keer even iets voorzichtiger aanpakken. Okay, dus laten we gewoon naar beneden gaan. Oké. Denk ik. Moeten we dan niet even ergens ook een kist meenemen om veilig spullen weg te leggen? Beneden staat de kist. Oké. Okay. Gewoon direct als je beneden komt. Komt ie. We springen naar beneden. Is het veilig? Kunnen we springen? Ja, kunnen springen. Yes. Nu gaan we het doen, jongens. Nu ik heb er nog steeds geen vertrouwen in. Oké, okay, hier staat een kist. Hier, met een beetje poepvullen erin. Zullen we die meenemen dat we die op een veilige plek zetten zo? Ja. Oké, deze kant op. We hebben gelukkig allemaal toortjes nu, hè, iedereen? Ja. Ja, dus iedereen ziet ook wat. Ik hoor hem.
Hij is redelijk dichtbij. Oké, we moeten hem... Hij moet niet in de cave staan. Hij moet een beetje in een eigen gemaakte gang moeten hem krijgen. Dat zou echt het meest ideaal. Een cave zou ook kunnen, maar als de cave te hoog is... Kunnen de iron golems kunnen bij hem komen, weet je? Ja. Wat we hier in tussentijd... Ik was de eerste checkpoint. Dit is de eerste checkpoint. 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 Ik kan een hele minigame dit met checkpoint. Ja, nee, maar nu gaan we het fixen, hoor. Ik ga de iron golems maken. Oh, ik plaats hem op hoog. Hoeveel heb je er? Ik heb 5. Ik kan in totaal 5 iron golems maken. Ik wilde er 6, maar 5 is ook goed. Heb je er vertrouwen in, Jussie? Altijd. We zijn er bijna, jongens. Kom op, jongens. Hey. We zijn er bijna. Ik laat de torch. We gaan het doen. Kom op. Gadver. Kom op, hey. Kom. Wie spuugt er? Ik. Justin. Waarom? Voor de mannelijkheid. Atmosfeer. Oh, mannelijkheid. Atmosfeer. Voor het idee. Oké, volgens mij zijn we er. Ja, we zijn een zombie villager. Oké, hier moeten we gang komen. Ik heb een golden apple. Nee, maar we hoeven niet. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Oké. Okay. We moeten gang maken. Gang maken is. En dan daarna gaan we met de... Dit komt helemaal goed. Oh, hij ziet me. Hij komt. Steek je tong uit. Nee, nog niet. We hebben nog geen tijd. We moeten eerst even... Ik weet het. Oké, hockey. Oké, we moeten eerst de gang en dan moet hij uiteindelijk in een hele grote open ruimte komen, zeker? Ja, hier maken we de ruimte. Oké. En dan maken we hier iron golems. Kom op, jongens, hé. Dan lokken we hem hier een beetje heen. Maar dan moet hij eerst hier zijn. Hij moet één keer die iron golems pijn doen. Dus we moeten ook even... De gang moet iets hoger, dat doe ik wel vast. De iron golems moeten zeg maar wel door de gang kunnen. Ja, maar iron golems moeten 2 breed ook zijn, toch? Ja, dat klopt. Zo, ik kan vast een gang voor ons maken ook zo, dat wij weg kunnen vluchten. Ja, ja, wij moeten ook weg kunnen inderdaad. Oh, hij zit toch wel hoog. Hij zit, ja... Het kan wat we doen, maar hij zit wel hoog. Heb je vissing nog niet? Nee. Kijk, hij zit daar. Oh. Oh ja, daar ja. Zie je, dus dat is wel moeilijk. Dus eigenlijk moet hij iets hoger, dus... Dat we gewoon nu dit doen zo. Hij moet iets hoger nog. En als iemand de aandacht van hem kan houden, dat hij op zijn minst een beetje... Ja, ik hou aandacht. Oké, hou jij een beetje de aandacht, dat hij niet weer vlucht voor ons. Het hok hoeft in principe niet zo... Ja, de iron golems moeten er wel passen. Ja. Oh, hij is hier! Hij is hier! Hup! Oké, okay, kom. Komt hij door deze gang? Nee, hij komt één laag boven. Eentje maar, eentje hoger. Ja, hij zit daar met zijn kont. Oh, sorry. Met zijn kont zit hij daar. Nee, die iron golems moeten meer ruimte hebben. Hier, oh, dit hier. Ja, dit is een ding. Hij zit in deze gang, hij zit in mijn gang. Beneden? Ja, huh? Oh, als je omhoog. Eerst in! Ja, hij ging naar beneden! Oké, blijf jij maar. Ja, doe. Oké, hij moet echt hoger. Dit is het. Hier. Kom maar, kom omhoog. Justin, kom omhoog. Oké, ik plaats vast... Hij moet eentje hoger. Justin, als jij dat kan doen, plaatsen we gewoon vast de iron golems. Dan hak ik even een ontsnappingsroute voor ons. Want als hij eenmaal gefixeerd is op de iron golems, dan komt het wel goed. Ik plaats ze wel gewoon vast, oké? Ja, doe maar. Pas op dat je ze niet slaat. Dat zou echt niet handig zijn. Dat is 1. Oké. Okay. Oh, hij zit letterlijk hier. Hij zit hier. Dat is 2. Oh, eruit. Oh, hij gaat dood. Jongens. Oh, oké, wacht. Oké, gaat hij? Mag hij? Nee. We moeten er meer. Dus nog 1. Even weglopen. Weglopen, jongeman. Hij staat echt voor de deur. Hij zit voor de deur, ja. Dit is de laatste, komt ie. Aan de kant! De dom beest! Oké, jongens, ons leven is klaar. Oké. Oké, oppakken. Pas op dat je niet slaat. Oké, ik heb 1 keer geslagen dat beest. Oké, komt ie. Kijk wat ze gaan doen. Ja! Kom op, jongens! Je moet nog even. Kom op, pak ze! Ja! Ja! Pak ze! Kom op, jongens! Ja! Leger! Let's go! Oké, laat hun alle plek doen. Nee, dit gaat niet goed. Ze zijn te laag. Pas op. Oké, wacht. Iemand moet ze helpen. Oké, blijf daar. Wil je slaan? Blijf slaan. Oké, dus voor dit ik help ze, ik help ze. Ze moeten omhoog. Ik ben dood. Ja, oké, we hebben een route voor ze gemaakt. Ja. Het is goed. Oh nee. Neem hem op. Ja, we hebben hem. Ja. We hebben hem! Ja! Oh mijn god, ik had gedacht dat het zou werken, maar niet zo goed! Lekker! Wow! Oh, oh mijn god, hé! Hey. Oh my days! Let's go! Die jongens, dit leger is echt gewoon geweldig! Kijk hoe ze eruit zien, ze zijn echt toegetakeld met z'n allen! Oh mijn god, hé! Hey. We hebben hem gewoon! Ik ga naar boven en ik kom nooit meer in deze grot, echt waar! Ik wil deze grot nooit meer zien. Nou jongens, ik ben heel tevreden. We gaan volgende aflevering gaan we wel alles doen met die Nether Star. Een beacon maken en zo, weet ik wat allemaal. Dat komt volgende aflevering wel. Wat? Beacon en andere dingen, maar ook andere dingen. Oh. Ja, alleen de beacon. Ja, alleen de beacon. Justin, plaats alsjeblieft dat ding ergens gewoon. Waar moet je die sterren? Hier. Doe maar hier in deze kist inderdaad. Oké, jongens, ik heb hem hier ingestopt. Als hij kwijt is, ik kan ook even hebben. Niet mijn probleem. Maar één ding, ik moet even positief bekijken deze aflevering, jongens. Nou?
ik ben als enige die twee items heeft verzameld. Ja, dat klopt. Jij bent wel degene die de items heeft verzameld. Rick, het is denk ik tijd om een nieuw kaarsje aan te steken. Ja, hebben we nog een kaarsje? Zullen we aflevering 18 gewoon vervangen voor aflevering 21? Ja, vind ik een goeie. Oké, okay, Justin, jij mag de namen denken voor deze aflevering. Kan ook deze nog even aansteken? Ja, steek hem aan. Zo. Ja. Hier, het is deze hier. Deze. Heel raar, we gaan van 16 naar 17 naar 21 naar 19. Nee, 21. 21. 21, ja, dus komt aflevering 21. Wat is de naam? Easy. Easy. Ja, het was heel easy. Makkelijk dit. Ja. Het was echt de meest easy. Makkelijk. Ik ga hem aansteken. Hoe lang duurde het? Het duurde echt minimaal 2 minuten en toen was je dood. Ja, het was echt. Toen we eenmaal met die Iron Golems ging het heel snel. Dat was ook ons plan, toch? We hebben daarvoor niks gedaan. Nee, we zouden nog voor een beetje content zorgen, want anders was de video zo snel voorbij. Dat was het. Nou jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin hebben Justin en ik Rick geprankt. Ja, hele leuke video. Je moet nu kijken, anders wordt Justin heel boos. Nee, dat was niet de volgende video. Oké, doei! Oh.